De boot besturen, pakjes door de schorst heen gooien, glijden van de pietenbedden, mooie tekeningen maken, de huisjes in de grote schatkist inspecteren. En dan pas krijg je je pietendiploma. Oh, ja. Ja, stop! Oh, stoppen, stoppen! Waar is de rem, rem, hebben we rem? Druk maar. Ik heb mijn zak, de zak van Piet. En die moet ik natuurlijk gewoon op het dak door een schoorsteen naar beneden gooien. Zo, yes! Oh, er zitten gewoon allemaal een soort van huisjes in de winter. En wat wil jij van Sinterklaas als cadeau? Ik had saaimat. Saaimat? Saai, kan je mee keten? Oh. Even opschuiven allemaal. Auw. Zo, nou, dat zit erop. Ik heb net dat hele traject doorlopen en als het goed is, heb ik nu mijn pietendiploma. Dat, ja, dat klopt wel, maar je mag niet met volle mond praten, dat weet je toch wel. Ja, maar die pepernoten zijn zo lekker. Nou, dan moet je dat maar gewoon doen, dan zal ik zelfs voor één keer de andere kant op kijken. Ja, want ik wilde net zeggen, ga ik dan niet mijn pietendiploma krijgen, omdat ik... Tuurlijk wel, iedereen krijgt zijn pietendiploma. Nu kan ik zeggen dat ik een echte Piet ben en dat als Sinterklaas me nodig heeft... Dat ik gewoon aan de slag moet op 5 december. Ik heb ook nooit vrij. Maar ik ben wel blij.